des shootings photos, des défilés, des voyages, des concours, des invitations, un agenda bien rempli. Je pense que c'est monsieur de Schemaker, directeur marketing de Peugeot, qui va remettre les clés à notre Miss Belgique. Et elle va pouvoir faire... Eerste foto's en morgen prijkt zij dus op de allereerste pagina's van alle kranten. Dit is dames en heren en Patrick. Een beetje een stereotype vraag, maar wat gaat er nu door je heen? Ik kan het niet omschrijven, echt niet. Het is een onbeschrijfelijk gevoel, dus het is alsof ik een dromer ben. Welke dag heb je beslist van ik schrijf me in voor Miss België? Ja, het is eigenlijk samen gebeurd met mijn vriendinnen dat we ons hebben ingeschreven. Dus ik weet zelfs niet meer welke dag het was, maar het was vlak voor de zomer. En naarmate die finale nadert, dan stijgt ook die druk op je schouders, denk ik. Hoe fel heb je gedroomd van dit kroontje? Ja, natuurlijk heel erg. Het was een kinderdroom, dus van jongs af aan al. Ja, drie Limburgse meisjes in de top 6. Wat vind je daarvan? Sprakeloos. Magnifieke prestatie van Limburg. Ik ben echt trots op Limburg, zoals ons spreekwoord is. Ja, we gaan het eens over de concurrentie hebben. Welke meisjes hadden volgens jou heel veel kans om te winnen? Goh, er was enorm veel concurrentie. Het is een cliché, maar het waren echt stuk voor stuk 23 andere beeldschone finalisten. Dus het waren allemaal concurrenten. Ja, wat heeft er volgens jou de doorslag gegeven dat jij het kroontje hebt gewonnen? Geen idee. Ik zou het vragen aan het publiek of de kijkers. Ik zou het zelf niet kunnen zeggen. Dus...